wil gewoon voor mijn kansen vechten. Dit is het beeld wat we de laatste weken bij Jong Ajax zien. Tjerny, ja. Want de 21-jarige Tjerny is weer helemaal fit. Het gaat goed. Ik ben blij dat ik nog de leeftijd ervoor heb om als ik de speeltijd niet kan krijgen bij ons, dan dat ik daar mag spelen. En dat is top. Dus wat ik zei, ik ben nu topfit en als ik daar mag spelen is het helemaal goed. Ben je nog fitter geworden? Ben je nu helemaal weer waar je moet zijn? Ja, tuurlijk. Toen ik zei dat ik er weer was, was het natuurlijk qua dat ik weer mag spelen en dit soort dingen. Maar qua de topfitheid was het nog niet zo ver. Dat is het geval nu. En ja, wat ik zei, ik speel mijn wedstrijden bij Jong en dat gaat goed. En dat is een understatement, want in 13 duels heeft de vleugelspeler 7 doelpunten en 5 assists achter zijn naam staan. Ik ben een aanvaller. Volgens mij zeg ik dat tegen jullie al 5 jaar dat het super belangrijk is als je goals en assists hebt. Maar ik vind ook dat het goed gaat. Tenminste, als ik speel, dan kan ik het goed zien dat Jong Ajax prima draait. Dat het soms beter kan, is altijd zo. Maar vooral spelen goed voetbal. En bij mij, ja, goals, assists, dat gaat prima. Dus daar ben ik blij mee. Ja, maakt het dan ook lekker dat je in een team zit wat dus, nou ja, niet qua resultaten misschien niet goed draait, maar waarin jij wel heel goed je draai hebt gevonden, waar je heel belangrijk voor bent? Jazeker. Het is voor de eerste keer in mijn leven eigenlijk dat ik, als ik meedoe, dan ben ik de oudste. En dat is echt nog nooit gebeurd bij mij. Dus dat is ook wat anders. En dat is ook prima, want die jongens zijn allemaal goed. Dus ik vind het ook mooi om jongens die ik ken van vroeger, van de jeugd, die onder me zaten, dat ik met hun nu speel. Ja, had ik niet verwacht eigenlijk ooit dat het ooit zou gaan gebeuren, maar is wel leuk. Maar wat doet dat je dan? Want dan ben je de oudste, dan leer je daar misschien ook weer van dat je een soort van voortrekkersrol moet hebben. Ja, nee, maar ik focus me. Als ik dan met jong speel, dan focus ik me vol op de wedstrijd en op mezelf en dat het team goed speelt. En dat ik zelf een goede wedstrijd neerzet. Tjerny had de kans om in de winterstop verhuurd te worden, maar koos voor zijn kansen bij Ajax. Ja, inderdaad, het was mogelijk om ergens naartoe te gaan, maar... Dan hebben we het over subtop in Nederland bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, ja. Heerenveen, Pek Zwolle, lezen ja, we. Ja, zeker. Dus dit soort clubs hadden interesse, maar ja, op een gegeven moment gingen we zitten. En ja, ik mocht... In principe zelf kiezen. Het was niet zo bedoeld dat het moet of zo. Dus ja, ik wil gewoon voor mijn kansen vechten. En daarom heb ik besloten samen met mijn zaakwaarnemer om hier te blijven. Ja, en dan de kansen voor Ajax 1. Is het ook een kwestie van of spelen in de Eredivisie en misschien dan hier bij Ajax spelen in de Keukenkampioendivisie, maar wel trainen op, nou ja, Champions League niveau. Is dat dan een beetje de afweging die je gemaakt hebt? Kan, maar... Het belangrijkste was dat het is niet eens een hele half jaar, dus het zou veel te snel zijn. En, ik heb gewoon zelf besloten om hier te blijven en vechten, goed trainen, wat jij zegt, op Champions League niveau. En ja, kijken of ik de kans krijg of als ik bij Jong moet gaan spelen, wat ik allemaal net zei, dan blijft het gewoon zo. Is het een moeilijke keuze geweest? Heb je daar lang over moeten nadenken? Nee, absoluut niet.